vlieg. Waar eindigt dit? Ooit waren de Chinezen de grote, grote tegenstanders van Nederland. Die zijn inmiddels afgehaakt. Ja, in het begin vielen er anderhalf miljoen steentjes. Ja. Komt dan hier. Daar is die, denk ik. Kunnen we hier laat me even maar luisteren. Schauen, was alles passiert. De man in het grijze pak. Haben wir das Ergebnis? Daar... Haben wir das Ergebnis? Ja. Ben je okay. Man. So, and now we have the final results of the Domino Day 2005. Please het moment supreme. Hier is het allemaal om begonnen. Hier is het om gegaan. And you have the notes. Kijk, daar komt het totaal aantal stenen dat er al is. 4, 3, 2, 1, it's showtime! En doortrekken, en doortrekken, 6, 7, 4, 5, 5. Ja! Ja, 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 ja! 155.476. Ze hebben het hem geflikt. En kijk, en meteen wijzen naar die vier. Daar ging het om. Ja. Daar ging het om. De 3,9 miljoen is weg. We zitten op 4,1 miljoen. 4.155.476. Het nieuwe wereldrecord is hier vandaag gevestigd. Nederland heeft wat dat betreft toch een historie geschreven. Ongelooflijk gaaf. Ja, ja. En als je weet dat er dus 4.321.000 steentjes stonden, dat dit geval is, dan zijn er dus... maar een paar, zo'n 200.000 stenen niet omgevallen. Dat is toch weer die 5% waar hij het over had. Hè? 5% ingecoaleerd, ongeveer 200.000. Ja. Ik moet toegeven dat deze jongens het heel, heel heftig voor elkaar hebben. De een compleet uitbundig, de ander nog helemaal in de waas. Maar wel de blijdschap, de ontlading bij al die bouwers uit al die landen die hier 8 weken lang op hun knietjes gezeten hebben. Dat geresulteerd heeft in ja, het vertellen van de verhalen die we vandaag gelukkig aan ons voorgeschoteld hebben gekregen. Met een... ja, een bijna ongelooflijk gelukkige poging omdat er te veel hiaten in zaten. En je dacht toch van, hoe krijg je het voor elkaar om zoveel zekerheid van die aorta? Dat was een zekerheid weg te halen. Maar het is een man die risico wil nemen. De danseres erin, de beelders challenges. Waanzinnig. Robin.